Goedemiddag dames en heren, welkom bij een nieuwe Almelo 2030. De talkshow waarin jongeren van nu kijken naar de toekomst. Wat uit 2014 moet absoluut mee naar 2030? Vandaag vanuit het Erasmus met de gast de futurologen Tess en Femke. Zij zullen ons ervan overtuigen dat Twents en het beschermen van dieren mee moeten naar het Almelo van 2030. Presentator Leonie, hoe zit dat precies? Goedenavond, ik heb hier Tess en Femke bij me. En Tess, jij bent hier om te praten over Twents. Ja, klopt. Wat vind jij zo belangrijk aan Twents praten? Ik vind het belangrijk aan Twents praten dat het een stukje goede herinneringen bij ons naar boven brengt. Het is natuurlijk de taal, de dialect van onze streek van Nederland. En in het Westen vinden ze het boers, maar dat is gewoon hun mening. Het is gewoon echt een stukje van ons. Twents is gewoon echt een stukje van ons. Ja. Als je zegt herinneringen, aan wat voor herinneringen denk je dan? Ja, herinneringen van vroeger, van hoe het leven vroeger was. Zoals de ouderen altijd zeggen, ja, vroeger was alles beter. Oké, waar wordt erg veel Twents gesproken? Kun je een paar gebieden of plaatsen noemen? Nou ja, Twents wordt vooral gesproken door ouderen, in vooral dorpen. En vaak door jongens, ook jongens van onze leeftijd, in dorpen vooral, spreken Twents. Meisjes wat minder. Maar ja, vooral in dorpen en landbouw vooral. Zoals wat ze ook in het Westen ook zeggen. Maar ook in Almelo wordt ook wel Twents gesproken. Ja, kom je ook vaak Twents tegen op school of zo? Of, Nou ja, op school niet. Want scholen zijn er niet altijd even blij mee als leerlingen Twents spreken. Maar ja, eigenlijk kom ik weinig tegen op school. Oké. Waar vind jij dat de schoonheid in zit bij Twents? Ja, toch het stukje herinnering, de herinneringen oproepen van vroeger. Is voor mij de schoonheid van Twents. Wat verwacht je eigenlijk dat gaat gebeuren met het Twents? Wordt het minder de komende jaren dat minder mensen Twents gaan praten of juist meer? Ja, ik denk wel dat er steeds minder mensen Twents gaan spreken. Want ja, je ziet nu al de jeugd praat minder Twents. En het is eigenlijk alleen nog maar beperkt tot dorpen. De enkeling in het stad spreekt Twents. En ja, vooral ouderen. En ja, die ouderen vallen op een gegeven moment ook weg. Maar ik denk wel dat het altijd wel een deel zal blijven bestaan. Ik denk wel dat het minder wordt. Femke, jij bent hier om een beetje te praten over dieren en het beschermen van dieren. Ja, dat klopt. Waarom vind jij dat het zo belangrijk is dat het beschermen van diersoorten het onderwerp is dat gewoon wordt doorgegeven in het jaar 2030? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om, ja, om de beschermde diersoorten te beschermen. Ze heten niet voor niets beschermde diersoorten. Er zijn er natuurlijk heel veel dieren die op het punt staan van uitsterven. En het is natuurlijk heel erg. En het is heel belangrijk dat er deze gedachte dat het heel erg is dat dat doorgegeven wordt naar de mensen van de toekomst. Aangezien ja, het is een kwestie van ja, het moet doorgegeven worden, anders dan gebeurt er niks. En mensen moeten moeten echt voorop komen. En welke diersoorten denk je dat het niet gaan halen tot in 2030? Nou ja, je hebt nu vooral veel verhalen gehoord over tijgers. Bepaalde soort tijgers en pandaberen. En walvissen wordt heel veel opgejaagd. En dat is natuurlijk hartstikke zonde en verschrikkelijk wat er gebeurt. En wie kan zich nou een toekomst zonder dieren voorstellen? Dat is toch ja, absurd. Ja, inderdaad. Wat vind je eigenlijk van gewoon het beschermen van alle dieren over het algemeen? Nou ja, ik vind dat het heel belangrijk is dat we alle dieren op de wereld goed behandelen, zeg maar. Ik ben zelf ook vegetariër, dus daar heb ik wel mijn steentje wel bij mee. Ik vind het heel belangrijk dat er nu in de winkels komen er steeds meer biologische producten. En daar ben ik echt heel blij mee. En er komen ook steeds meer make-upmerken die zeg maar niet getest zijn op dieren. Dus we krijgen het onderhand wel een beetje door, zeg maar, hoe het ja, maar er zijn ook medicijnen die worden getest op dieren. Mm-hmm. En vind je niet dat die medicatie hebben sommige mensen echt nodig? Vind je niet dat dat echt noodzakelijk is en dat dieren dan wel moeten worden gebruikt? Nou ja, persoonlijk vind ik niet dat mensen boven dieren gesteld moeten worden. Wij zijn misschien verder ontwikkeld, maar ik vind niet dat je zomaar een deel van ja, van dieren gewoon dan maar uit moet moorden, omdat wij daar dan onze voordelen bij hebben. Nou, bedankt voor alle nuttige informatie. En ja,
tot de volgende keer misschien, Femke. Ja. Dankjewel Leonie, dankjewel crew en gasten Tess en Femke. In de tijdcapsule gaan dus mee naar 2030, Twents en het beschermen van dieren. Het was weer een mooie aflevering, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.